Ah, wajo, alles draait. Nee, ik hou op mijn nek, man. In Geldrovers gaan we weddenschappen aan met de hele wereld. Laat ons uitdagen door vrienden, kijkers en YouTubers. Als we maar naartoe komen. We gaan geld roven, jongen! Wedden dat Kai en ik het langst in een kermisattractie kunnen blijven zitten? Hoeveel geld gaan we spelen, jongens? 100 euro. Op je mijl, gauw. Hey. Ja, de pot zit weer op 500, dus dat kunnen we prima leien. Kom maar op, jongens. De kermis om de hoek en de regels zijn best wel simpel. Het team dat het langste in kan blijven zitten, wint. Die gaat via dit. Even team overleg. Ja? Ik wil het op die man hier wel hebben, zeg maar. Hey, mens. Het maakt mij helemaal niet heel erg. Maakt mij ook niks. Ik wil als eerst. Oké, Mardi? Ja? Ik kan niet tegen kermisattracties. Dat weet ik, ja. Ik kots naar één rondje. Ik wil als eerst. Ik kom op. Jij eerst? Ah, lekker toch. Oké, goed zo. Ik denk, ik kan beter als eerst. Dat probeer ik zo lang mogelijk vol te houden. Spoel jij gewoon twee man eruit, dan hoef ik niet eens. Ja, ik denk dat dat wel moet, want ik heb je in een kermisattractie gezien, dat is niet best. Nee, dat is niet goed. Nee, dus de druk is weer op mijn schouders. Helemaal yes. Top. Oké, Boys, wie gaat eerst tegen mij? Voor jullie erin gaan, is het ieder pak melk wegtikken. En dan gaan we gelijk de attractie in. Oké, jongen. Ik vind er ook zo geen zin in. Cheers, kerel. Heel veel melk heel lekker, toch? Je maakt verschrikkelijk. Oké, okay. Ja? Ja, helemaal op. Ik ben eruit. Op. Ik moet nu al kotsen. Ik prima. Oh, sorry. Oh, maar dit is vals. Hij is op. Heb je nog een beetje vertrouwen in je teamgenoot? Ja, maar ik zeg Martijn. Marty gaat sowieso als eerste kotsen. Wat een baas. Oh! Made the best man win, jongen. Ja, succes, gozer. Nu de attractie in. Attention! Oké, jongen, volgens mij zijn we aan de beurt. Ik heb geregeld dat ik zo, als Kai het echt zwaar heeft, ja? Dat ik hem kan aanmoedigen in het hokje en dat ik de mic mag overnemen. Hou je mond, ja! Come on, Kai, come on! Yes! Goed in. Het is goed mentaal. Lichaam stop, niet misselijk. Kom op. Dit ding is eigenlijk helemaal niet zo heftig, man. Kai en Martijn hebben het gewoon te makkelijk. Kappen, en zo. Zet hem stil. Even chillen, hou, ik word gek. Oké, ze zijn klaar voor de vierde ronde. Kom op, Kai, kom op! Kai, kom op, niet kotsen, jongen, kom op! Wat nu wel lastig zijn? Kom naar huis. Dit is kom naar huis. No! Martijn heeft het gewoon, en Kai totaal niet. Volgens mij ziet jouw grapje er iets slechter uit dan die van mij. Ja, hij is een beetje bleek, hè? Ja, hij begint een beetje bleek te worden. Hij moet kotsen. Ga draaien. Dit is niet normaal. Dit is heftig. Dit is heftig, gast. Ja. Ja, ik weet dat jij het gewoon niet volhoudt. Dus ik zit naast deze blije eikel. Voor mij heeft hij het toch al fantastisch.
Ik trek het gewoon niet meer, maar ik ga hem niet verliezen, dus ik ga hem niet opgeven. Maar ik weet niet hoe lang dit nog kan volhouden, Joost. Kai slim is, gaat hij nu draaien, doe ik mijn ogen wel dicht. Gaat hij echt kots hoor. Martijn ziet er echt niet goed uit. En ik kan niet tegen deze attracties. Ja, ik heb een stokje overgegeven aan Joost van de zak. Ik moet niet kotsen, maar ik voel me zo vaag in mijn kop. Ik viel af en toe gewoon een beetje weg. Het is gewoon niet gezond. Ik ben ermee gekapt. Oké, Joost is nu een heel slim spel aan het spelen, want hij kan hier helemaal niet tegen. Hij doet net alsof hij het fantastisch vindt. Terwijl ik van hem weet, hij houdt het geen drie rondes vol. Maar Boris denkt nu van wel, dus Boris gaat er zo aan uitstappen. Well played, Joost. Wow, het scheelde zo weinig, ik moest echt kotsen, man. Ja, man. En hij? Ja, man, ik kan het echt. Ga je eruit? Ja! Ja! Lekker! Ik had geen rondje meer gekund, ouwe. Hey, maar jongens, ik denk dat jullie allebei wel weten dat het tijd is voor iets leuks. Ja. Dat gaat nu komen, denk ik, hè? Nou, heren, dat was leuk gebeurd, maar volgens mij is het tijd om het geld eventjes in te leveren. Give us the money. Kijk, dat is één, ja. Oh, echt? Doe maar, doe maar. Bam. Dankjewel, jongens. Zo hard voor gewerkt. 3 maand salaris. Jullie komen hier vast aan. Hoor hem dan, 100 euro. Hé, hey, maar 100 euro voor ons. Vond je nou een vette video? Doe even een duimpje omhoog. Volgende week weer met geldrovers en dan zien we je dan. Yo. Later.